wel tof als ik dat zie in een verlaten locatie, je persoonlijke spullen. Van oorbellen naar kettingen, van kettingen naar armbandjes. Secret box. Doe dat eens open, wie weet vinden we kapot veel geld. Dan zijn we rijk en moeten we nooit meer werken. We hebben weer iets cool gevonden van die fotootjes van vroeger. Alright, we zitten met een probleem. De buren van hier rechtover hebben ons gezien. Oog in oog stonden met de buren. Volgens mij gaan ze de politie bellen, maar we hebben nog één ding te doen. En dat is de loods checken eigenlijk. Misschien staat daar nog een auto of zo. Dus we gaan dat snel nog doen. En hopelijk worden we niet gepakt natuurlijk. We staan hier vandaag aan een verlaten locatie. Een lege locatie. Nee, dat is eigenlijk niet waar. We staan aan een andere locatie, een huisje. Ik heb er geen informatie over. Ik hoop dat er nog meubels aanwezig zijn. Maar jullie zien, ik upload zondag. Hoe zal dat komen? Wel, vanaf nu ga ik elke zondag uploaden. Het is veel gemakkelijker voor mij. Heb ik meer tijd om te editen, want die heb ik wel echt nodig. Want het is een drukke periode en zo. Dus vanaf nu, elke zondag, zet uw melding aan dat je geen video mist. Elke zondag is het Semtex-dag. Babo, we gaan naar onze locatie gaan, dus let's go! Kijk, dit is onze verlaten locatie. Maar er passeren heel veel auto's. We stappen even deze baan af, want er is keiveel auto's. Godverdekke, en daar is onze locatie. Even stappen. Hey, ik voel me precies op de dropping, man. Ja. Alright, we zijn er binnen geraakt. We zijn waarschijnlijk wel gezien, maar ja. Kijk, dit is onze locatie. Ziet er wel een cool huisje uit. Ziet er wel al lang verlaten uit. Aangezien de brievenbus helemaal kapot is. Wel een coole brievenbus, moet ik zeggen. Dat is zo gemaakt van een jerrycan. Nummer 16. Yes, thanks. Beetje stil zijn van de buren. Voor de buren. Ah, al die plaatjes. Ah, daar is het raam al kapot. Amai, de deur staat hier gewoon. Wajo, dat is wel lush. Lush. Ja, het is gewoon ingebroken. Ah, nou wel. Ik zie hier wel geen schade op de deur, dus volgens mij was die gewoon open. Hebben die mensen dat zo achtergelaten? Kan hè. Ja. Ah ja, ja, de dingen. Het rolluik is wel helemaal kapot gebroken, dus waarschijnlijk is er ingebroken en van alles kapot geslagen. En ja, we zullen wel zien. Ja. Ik ga mijn lamp pakken, zie. Let's go. Wauw, kijk eens. Hier staan precies al huis. Wow, kuddeboel. Hé, hey, niet open dan, hè. Nog niet open? Van wat jaar is het? Ja, het is heel tegenstand. Maar kijk eens, allemaal spullen. Dat is wel cool. Wat is dat? Voor de kruiden. Ah ja, what the fuck. Dat is wel cool. Voor de kruiden. En zo heel de hier precies wat katten. Ik zie daar katten, daar katten, daar zie ik allemaal foto's van katten. Wie weet komen we hier nog een kat tegen. Kijk eens, en allemaal de kastjes. Alles is nog aanwezig. Hey, maar dat is wel cool. Ze hebben dat gewoon van binnen behangen. Kijk, daar ook met bloemetjes. Zie ik hier, alles is gewoon nog aanwezig. Zelf suiker. Voor op de wafels. Zal dat zijn. Oh, nee, ziet je, jong. Hey, wel een nice kast, hè. Ja, zie een keer hoe proper ook. Allemaal mooi proper weggezet. Allemaal keukenmaterialen. Doet die kast zo? Ja. Zie je, dus alles is echt nog aanwezig, hè. Hoe gek is deze? Zie een keer. Dat is echt zo typisch. De kopjes van bij je oma, hè. Zo, dat is toch zo echt zo ouderwetse kopjes. Zo met een rand of tekeningsjes of gelijk daar. Zo, ja. Dat is toch zoiets typisch van vroeger, niet? Dat is wel, ja. Ja. Allee, maar kijk hoe zot, de kasten zijn gewoon nog gevuld. Crazy. Ja, maar het ziet er wel uit. Ja, het ziet er echt wel cool uit. Kijk, hier heeft een popje zijn eigen opgang. Wauw, zie een keer. Hier is echt een coole bril. Kijk, hier weer een kat. Dat lijkt precies een bril van Jeffrey Dahmer. Zet hem eens op. Nee, je opvang dat, man. Gewoon om te weten dat dat ooit iemand zijn bril was, dat is toch gek eigenlijk. En nu ligt dat hier. Waarschijnlijk heeft die mens dat elke dag gedragen. Crazy om te beseffen. Kijk, hier zie je ook allemaal kattendinges. Hier, kattenknuffeltjes, kattenpostuurtjes. Het was hier echt een kattenmens. Hier, alle medicijnen. Zijn die daaruit gepikt? Oh my god. Hier heeft waarschijnlijk een of andere junk al die medicijnen uitgepikt, joh. Kijk, en ook hier zijn alle glazen nog mooi. Je ziet hier wel een flinke schimmellaag.
Maar er is hier geen beweging meer geweest sinds dat het verlaten is. Ik ga de schuiven checken. Ziet jong, wauw, zie ik hier hoe proper. Dat is chique, mot. Maar zie ik hier jong, al dat bestek is mooi in vakjes gezet. Die mensen, die waren hier echt wel ordelijk. Ja, nee. Dat wel, dat zie je wel, als jij zo je schuiven kunt onderhouden. Wauw, deze is echt prachtig gewoon. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien in een verlaten locatie jong. Dat dat zo mooi proper ligt. Hoe gek is dat niet? Ik ga ze nu mooi weer toe doen. Dat is gewoon echt het toffe aan deze locatie ook. Je ziet allemaal die kattenspulletjes. En onderstreeks krijg je een vibe mee van die mensen die hier geleefd hebben. Je zag al dat de kasten mooi proper waren. Dus je wist al dat verzorgde mensen waren. Die het heel belangrijk vonden om alles ordelijk te hebben. En je ziet hier overal kattenspullen. Dus je weet dat die van katten hielden. Dus je kunt al zo'n beetje ergens denken van wat voor soort mensen het waren. En dat vind ik wel tof als ik dat zie in een verlaten locatie, die persoonlijke spullen. Ja, dat lijkt precies dat die persoon hier nog aanwezig is. Wauw, kijk eens. De living. En ook weer zo simpel, hè. Hier een zetel, daar een zetel, hier een lange zetel. Voor de rest niets. Geen televisie of niets. Daaraan zie je ook dat dat echt oudere mensen waren die gewoon geen televisie nodig hadden. Hè. Maar kijk eens aan, jong. Het lijkt echt net alsof dat hier gewoon nog iemand leeft. Straks komen die zo thuis. Wat doe je in mijn huis? Stel je dat voor. Wauw. Kijk, gelijk die kast. Super antieke kast. Met al die groeven in en zo. Hier weer een kattenbeeldje. Hier zie ik zelf een factuur, maar van €134. Ik zie de namen ook staan. Ik ga ze natuurlijk niet noemen, wegens privacywetten. Hey, weet je hoeveel die facturen zijn? Nee. Goed. Ja, hier, grafcirkel. Wat? Ja, voor en hier dingen. Transfer au funarium. Dat is toch zo wel eens... Ah ja. Furimarium? I don't know hoe dat zegt. Een veel te moeilijk woord. Maar dat wil wel zeggen dat er iemand is overleden die hier woonde. Misschien een oud koppel, hè? Een man en een vrouw. En de vrouw is onlangs overleden. Of de man. Kijk, we weten al veel meer, hè. Wat? Van wanneer? De factuur is... Van wanneer? 1993. Ojo, 1993. Zou dat... Ja, dat kan wel, hè. Ja, dat die een van de twee hier nog lang hebben geleefd dan, hè. Dat kan, hè. Maar wel cool. Kijk, het is toch handig. Ik persoonlijk kan niet van Frans. Maar Mathieu is oorspronkelijk uit Brussel. Uit Brussel. Dus hij kan Frans. Dus als we in de Wallonië ergens gaan urbexen en er is iets in Frans, ga ik gewoon bij mijn goede vriend. Kijk, zelf een kattenkrapaal. Waarschijnlijk hebben hier keiveel katten gelopen. Sowieso toch, dat kan niet anders. Dat liep hier vol met katten. Sowieso een oud vrouwtje, hè. Met katten, dat is toch typisch, ja, zo'n oud vrouwtje. Ja, de man is overleden, ze moet gezelschap hebben, dus katten. Dat is volgens mij de voordeur. Wat is dat dan? Maar hier is een bel, dat is een tweede huis. Ze weet, woont hier effectief iemand? Dat is toch een bel of zo? Wij kunnen via ons toetsen. Moet ik er openen of niet? Wat zie je dan? Nee, maar kijk, hier is ook een bel. Ja, hier is een bel en hier. Ja, dat lijkt ook op een bel. Hou dat op het einde dan maar zo. We gaan dat op het einde doen. We gaan eerst de voordeur checken. Kijk, dus misschien is dat een secret room of zo. Dus kijk tot het einde. Ondertussen ga ik even boven kijken. Zeg. Ik zie daar al een grote kat. Typisch. Kijk, maar dat snap ik ook niet. Die trappen met van die ijzeren dingetjes. Wat betekent dat, jong? Kun je elke trede dan open doen of zo? Ja, van hier. Want je kunt dat wel openkleppen. Nee. Dat betekent niks, hè, volgens mij. Ik weet niet voor wat dat ding, man. Ik heb echt... Ja, ze biedt tak. What the heck? Wauw, joh, kijk. Je hebt hier nog een hangar. Sorry mensen als ik een beetje te overreact ben, maar echt waar, in de locatie bloei ik echt open. Hè. Dat is niet om de video spectaculairder te maken ofzo, maar ik vind het gewoon zo nice om al die spullen te zien. Dat is echt oprecht ik. Ik ben echt zo, dus je moet niet denken dat dat puur voor de video is. Vraag dat maar aan Matty. Dat is correct. Dat is zo, dat is ook als we niet filmen, dus dat is gewoon zo, alright? Kijk, hier ook een dikke, dikke kat. En hier dan het bed. Daar zien we de kleerkast, vol met kleren, vol met nest. Het was een vrouw, want ik zie allemaal
vrouwenkleren. En kijk wat we hier ook nog spotten. Een Belgisch legeruniform, jong. En een redelijk modern, hè. Dat is niet uit de oude tijd, hè. Secret box. Doe dat eens open. Wie weet vinden we kapot veel geld. Dan zijn we rijk en moeten we nooit meer mee werken. Stel je voor nu. Ja. Oh, medicijnen. Teleurstelling. Jammer. En hier dan weer een beeldje van katten. Tot zelf katten sloeven, hè, jong. Wow, dat is hier precies zo'n rommelkamertje. Ja, dat is hier ook zoiets typisch. En bij oude mensen is dat ook zoiets typisch, hè. Zo allemaal rommel, zo één kamer dat full rommel is. Dat is typisch. Daar moet je niet op letten, daar ruimen we later wel eens op. Dat zullen ze dan zeggen. Hier allemaal boeken en zo. Pff, ja, hier zelf een doos van kerstboom. Hier, tojo, dit is cool. Dat is cool, oprecht. Ik hoop dat ze nog aanwezig zijn. Oh, ze zijn jammer genoeg niet aanwezig. Maar kijk, wat is dat, dammen of schaken? Dammen. Dammen? Ik weet het niet, ik denk schaken. Laat weten in de comments. Dammen of schaken? Dammen of schaken? Wie het juist heeft, krijgt 5 euro van Mathieu. Dat is hetzelfde. Denkt je dat? Is dammen en schaken hetzelfde? Het is niet op hetzelfde punt. Ja, ik weet het niet. Nee, want je hebt... Ja, boeien, kom. Dus 5 euro van Mathieu als je het juist hebt. Let's go. Dat is altijd eng in een kamer die toe is. Oeh, dat is altijd spannend. Wauw. Dat is een dressing. Dat is gewoon een dressing, man. Die heet het al. Met een boiler. Allemaal vrouwen. Ah nee, hier ook mannenkleren. Wauw, joh, zie ik hier hoe mooi, chic kostuum, jong. Wauw, joh, kijk hem, kruimeldief, dat is ook typisch. Dat is wat, hè. Dat is echt typisch ouderwets. Waarschijnlijk bestaat dat nog, hè. Dus, allee, mensen die dat hebben, ik wil niet zeggen dat jullie ouderwets zijn, maar dat is gewoon iets typisch, snapte? Het is gewoon typisch inderdaad, als jij vroeger een peperkoek eten bij je oma, kwam die letterlijk terwijl je de koek aan het eten was, voor je neus met dat machientje, constant de kruimels opkuisen. Dat is gewoon zo, dus daarom noem ik dat ouderwets. En dan hebben we hier de badkamer, dit is precies wel... Amai. Deodant, deodant. Nee, maar deze is kapot gemaakt. Oh, dat is zo jammer. Hier is er precies wel echt getrouwd. Ik snap niet. Al die kamers zijn super mooi. En deze ruimte hebben ze dan beslist om dat hier gewoon kapot te slaan. Maar bon, kijk eens, deze plafond, hoe cool ook. Super clean, kijk, mooi doorgetrokken naar deze muur. Mooi afgewerkt met deze tegeltjes. Met een mooi dingetje op, dat je alle pottekjes kunt zetten en zo. Hé, maar deze is echt jammer, mensen, waarom doe je dit? Wauw, kijk eens. We zien hier nog juwelen, man. Tot van oorbellen naar kettingen. Van kettingen naar armbandjes. Nee, want dat is geen armband. I don't know, ik wou dat gewoon zeggen, ik vond dat cool. Ja, oprecht. En hier dan zo'n medicijnkastje, ook wel iets typisch vroeger. Waarschijnlijk staat er een spiegel. Is dit een spiegel? Nee. Dat is wel... Meestal is daar een spiegel, maar dat is ook iets van vroeger. Kijk hoe funny. Nu, net toen ik het zei, hier hebben we dan wel een spiegel. Ik sta hier nu ondertussen op de zolder en kijk wat ik tegenkom. Een kattenkrabpaal. We hebben weer iets cool gevonden van die fotootjes van vroeger. Schijnen eens uw lamp... Wacht, fix uw lamp eens. Doe eens zo. Oh, maar de lamp is iets te filmen. Ja, je ziet het, kijk. Wat is dat? Een boot? Ah nee, een toren. Ja, dat is wel cool, man. Ja, zo'n machientje, hè. Ja. Zo, wacht, hè. Toon eens je lamp. Ah, dat is de zee. Kijk. Je ziet de zee. Ja, maar normaal is daar een machientje. Kijk, zo zie je het beterste. De zee. Top, hè? Top, hè? Kijk, dat is ook wel cool dat dat zo mooi staat. Waarschijnlijk hebben urbexers dat zo mooi gezet voor een supermooi shot te maken. Ik ga dat meteen ook eens doen, een dikke shot maken. Let's go! Alright, we zitten met een probleem. De buren van hier rechtover hebben ons gezien. Oog in oog stonden met de buren. Volgens mij gaan ze de politie bellen, maar we hebben nog één ding te doen en dat is de loods checken eigenlijk. Misschien staat daar nog een auto of zo. Dus we gaan dat snel nog doen. En hopelijk worden we niet gepakt natuurlijk. Alright, kijk eens, dat is een hangar. Hoe dat ze bij ons zeggen? Ah ja, kijk, je hebt echt zicht op alles, jongen. Kijk. Alright, let's go. Oh, deze ziet, ik zei het, hè, dat er nog een auto ging staan. Wat is dat? Een Volvo? Ik weet dat. Een Fiat. Een Fiat? Ah ja, dat is een Fiat. Met Europese dingen nog. Wauw, kijk, ik had gewoon gelijk. Ik wist het, ergens in mijn voorgevoel zei ik...
Jens, jij gaat vandaag een verlaten auto zien. En kijk hoe ik zie, jongen. Super nice. Wauw, kijk eens, een oude Fiat. Wat? Wat? Ah, spinnenweb, oké. Wauw. Maar ik heb wel iets cools gedaan, maak ik. Het jij iets cools voor mij? Wat dan? Zijn je klaar? Ja. En jij dorst? What the heck? Niet normaal, jong. Wat is dat, lef? Lef? Ah, zo'n fles, joh. Godverdomme. Nee. Niet normaal. Okay. Ja? Volgens mij, die man die hier leefde, die waarschijnlijk overleden is, werkte aan zijn eigen auto's. Want ja, ik weet niet, je ziet dat zo'n beetje. Kijk, zo typisch zo'n, hoe noemt dat, een lamp? Ja, ik weet niet, ja. Het geeft mij zo'n gevoel. Die motorkap staat hier ook open. En hoe is het interieur? Is het mooi? Clean, hè? Wauw, jong. Amai, ja, spijtig van die schimmel wel, ja, maar... Oprecht ziet het echt... Maar ja, maar hier vooraan ook, zit. Het is echt een propere auto. Clean als iets, hè. Het is echt proper. Kijk, jong. Zie je niemand in je leeftijd? Nee, jongen. Super propere auto. Ik ga die deur wel goed toe doen. Ah, kijk. Oh, wacht. Spinnenweb. Ah oh ja, dat is minder, hè. Oh, dat is minder. Wacht, ik ga... Zie, ik had gelijk. Wauw, joh, dat is best groot, jong. Die had een eigen garage. Die was waarschijnlijk zelfstandig. Oh, Mathieu, ik ga je moeten tegenhouden, man. Hier is chocomelk. Blijf er vanaf. Mathieu is chocomelk verslaafd. Kijk eens, die mens had waarschijnlijk een eigen garage. We zien hier werkputten. Daar ook een put. Hier, hoe noemt dat spel nu weer? Dat is zo voor zware dingen op te heffen. Hoe noemt dat? Ik weet het niet meer hoe dat dat noemt. Maar kijk, hier hebben we zo'n super oude tank. Een tankpomp. Een katrol? Hè? Noemt dat niet een katrol? Een katrol. In het Frans. Nee, ik dacht in uw dingen. In ons taal. Ja. Vlaams noemt ons taal. Ik weet het niet meer. Noemt dat? Allee. Ik weet gewoon waarvoor dat dient. Snap je, dat dient voor zware kennis. Allee, wij gebruiken dat... Voor van alles, ja, maar ja. Een motor. Je kunt dat gebruiken voor een motor uit de auto te halen, bijvoorbeeld. Maar meestal gebruiken ze nu een giraf. Een giraf? Ja, dan noem je een giraf. Wat? Nee, dan noemt geen giraf. In de autosector gebruiken ze een giraf. Iedereen is in de autosector. Ah, wel ja, nee. Dus kijk, dat is een verlaten tank. Maar dit is wel cool, man. Echt waar, gewoon een, ja, dat die mens zelfstandig was, dat we dit hier gewoon aantreffen. Een serieuze werkruimte ook nog. Holy heck, super cool toch. Ja, om te beseffen dat hier gewoon mensen gewerkt hebben in het zweet. Allee, ja, dat mensen hier gewoon gewerkt hebben in het zweet, hè, ja, dat ze aan het zweten waren om te werken, is gewoon geweldig. Ja, dat was mijn gsm. Dat was niks. Ja, super cool. Ik vraag mij af, hè, volgens mij, misschien deden ze hier ook carrosseriewerk. Dat weet ik nu niet. Maar volgens mij was dat dan een spuitcabine om de auto's te spuiten, zogezegd. Ja, nu tegenwoordig is dat allemaal in een spuitcabine. Dat moet allemaal stofvrij zijn. Maar vroeger, ja, dan was dat waarschijnlijk niet zo. Ik weet dat eigenlijk niet of dat vroeger zo was. Want ja, dat is hier allemaal met van die platen. Het zou eigenlijk niet mogen. Het kan zijn dat ik totaal mis ben, hè, maar... Ja, het kan ook gewoon een opslag geweest zijn van banden of zo. Maar ja, Bo, kijk eens, hoe cool. Oké, we hebben het nu gezien. Het is een garage. Deze auto is echt wel super cool. Het huis zelf op zich was magnifiek. Maar wij moeten nu gewoon snel weg, want waarschijnlijk zijn de politie onderweg om ons mee te nemen. Waarschijnlijk wel, want die buurvrouw die leek niet zo happy. Die keek ook maar... Twee jongens in een verlaten locatie. Ah. Nee. Ik zeg maar wat dat die vrouw zou gedacht hebben. Dus homies, bedankt om te kijken. Laat een dikke like op mijn video. Een leuke comment. Laat weten van die schaken en dammen, want ik ben echt geïnteresseerd daarin. En ik heb u gezegd, wie dat juist antwoord heeft, krijgt 5 euro van Mathieu. Dus homies, bedankt om te kijken. Love you all. En jullie weten het, op zondag nieuwe video. En see you bij de next video.